Goedemorgen, het is 8 december. En dat betekent dat we alle vakjes 8 mogen openmaken. En waar willen we mee beginnen? Met de mijne. Dat doen we. Oké. Zullen we hem omhoog houden? Ja. Hij is ook echt stevig, hè? Dit karton is ook echt stevig. Hij is wel steviger dan jouw heupel. Jouw? Jouw. Dan mijn kalender van vorig jaar, ja. Ja. Ja, maar ik moet wel even zeggen... Wacht even hoor, voordat ik hem laat zien. Ik heb deze besteld en dat was best wel duur. En een paar weken later kwam die dan voor een speciale aanbieding op een vrijdagochtend tussen 8 en 9 voor de helft van de prijs. En dat heeft echt heel veel geld gescheeld die dag. Dus ik was echt wel boos op Funko Pops Nederland dat ze dat voor de helft van de prijs wegdeden. Want ja. Het ging niet om 10 euro, dus dat vond ik wel echt jammer. Dus als je deze wilt hebben volgende keer, dan wacht even tot die in de aanbieding komt. Want ja. Dat was echt belabberd. Ik ken deze wel, maar ik weet de naam niet precies. En ik heb het gevoel dat het Daredevil heet. Ja, het is Daredevil. Ja? Ja, denk het wel. Je weet het ook niet. Nee, ik denk het wel. Oké, het staat er ook op. En kijk hoe tof deze is. Ook de D. Hoe staat er ook op? D en een D. Een D en een D. Dus ik dacht meteen aan Daredevil. Het is namelijk iets met Devil. Oké, Catrice, nummer 8. We zien hem eigenlijk liggen. Nummer 8. Hallo. Ja, daar. Ja. Het is een lange, Oké. Okay. Oh, die zit echt klem. Het is heel leuk. Oh, mooie. Limited edition advent calendar DIY powder brush. With a powder brush loose and compact, powders can be evenly applied for perfectly smooth results. Dit is een gouden, mag ik al hem eruit. Dat gaan we toch wel gebruiken, deze gaat ook niet weg. Nee. Hij ziet er wel heel mooi uit. Ziet er heel mooi uit. Ja. Goud. Zelfs de achtergrond is mooi. Zacht. Super zacht. Super strak. Geen haartjes eruit. Heel mooi. Yes. I like it. Yes. Oké. Dat was twee. Ik wil die doen. Waar lag Catrice? Hier. Ja, daar. Het maakt niet uit. I want to do that one. Die van SOS for Beauty. Link staat in de beschrijving voor haar Instagram. Kijk hoor. Lees maar voor. Dit product gaat leuk met dag 4 als je zin hebt in iets anders. Wat hadden we op dag 4? Wacht, ik heb de briefjes hier. Wacht, wat hebben we op dag 4? Wat hadden we op dag 4? Dit product ruikt zo lekker, toch zou ik het maar niet opeten als brief. Lime crime. Wat stond er nou op de briefje? Het past erbij. Dit product gaat leuk met dag 4 als je zin hebt in iets anders. Oké, pak jij maar even dag 8. Mag ik hem even openmaken? Ja, we moeten hem wel eens even vinden. Where are you? Dat is 9. Wat is dit? 8. Oh. Oeh, is het een lip liner? Denk ik wel. Het is een doosje. Zeg het dan. Kom op, pak aan. Oké, ik ben bezig. You're going slow. Ja hoor. Oh, ook nog van Lime Crime? Ja. Oh. Wist je dat we hier trouwens ook een ding van hebben, maar niet van, zeg maar, van die daarbij hoort? Lipstift bedoel je? Ja. Maar niet de lippotlood. Nee, niet deze. Kijk dan, de doosje alleen al. Oké, ik ben echt benieuwd wat erin zit. Lip liner. Nou, het is een kleur. Plastic. Staat er ook achterop. Knalroze. I wanna see. Oh, kijk dan. Oh my god. En dan komt die. Oh. Oh, die vind ik mooi. Is van mij. Oh. Kan... Wauw. Het lijkt net op die neonroze die ik laatst van L'Oreal heb gekocht. Ja. Alleen dat is dan echt neon. Maar ja, jongens, de verpakkingen van Lime Crime zijn ook echt super mooi. I love it. Heel gaaf. Heel creatief. Je kunt het echt onder je hele lipgloss doen, hè? Want je kunt je hele lip ermee inkleuren. Dat is ook echt super zacht. Dat is echt handig. Dan blijft het gewoon zitten. Want dit is natuurlijk doorzichtig. Heel gaaf, want we hebben natuurlijk ook de Lime Crime. I absolutely love it. Echt super gaaf. Oké, next. Veronique, je hebt er echt hele leuke dingen in gedaan. Ja. Wat doe je? Ik was heel haastig opeens, maar dat is niet zo goed. Oh, OTD? Ja. Nummer 8. Zullen we nou even laten zien wat we bedoelen met dat je kunt zien wat erin zit? Nummer 8 staat hier bovenaan. En het is dus een shirtje. Ja, een letterlijk jas. Gewoon een bontjas. Oh, dat kan ook. En je moet er gewoon in prikken. Pak het er maar uit. Het is wel gewoon een trui, het is een sweater. Kijk nou. Wacht maar voordat alles omvalt. Ja. Kijk. Oh, en dan komt er ook nog weer een onderkantje bij. En er zat zelfs van die touwtjes, maar dat zie je niet zo goed. Hallo? Ga nou eens automatisch ding.
Tadaa. Dat gaat niet automatisch. Nee. Superleuk. Oké. Okay. En dan Essence, nummer 8. Ja, doe maar Essence. Allemaal die taakjes. Hup, komt ie. When in doubt, put red lipstick on. Goh, dat zal dus een... gele lippenstift zijn. Of een nagellakje. Ja, zeker weten. Dit is toch het allerleukste om te doen, jongens. Elke dag cadeautjes uitpakken waarvan je niet weet wat erin zit. Nee. Oeh, wat is dit dan? Lippenstift. Believe in the power of lipstick. En deze heeft geen kerstverpakking, maar er staan hartjes bij op. Even. Oh. Alsof een Halloween. Ik krijg de hele tijd het gele licht van boven, want we hebben geen achterlamp staan dit keer. Oké. Okay. Oh, het is een hele donkerrode. Zei je toch? Hij is niet zo knalrood. Ik dacht dat het gele lipstick was. Hij is wel heel erg mooi. Ik vind de verpakking ook echt mooi. Oké. Okay. Kerstkalender. Yes. Dit is... 8. Auwie. Mijn vinger zit vast. Ik ben ook niet echt de beste met vakjes openmaken. Elke keer... Wat is dit? Elke keer met vakjes openmaken ging mis. Maar goed, kijk hier nou naar. Hij is goud glitterd en dat is een Mickey Mouse. Perfect, wil je het hebben? Ja, ik kan niks zien, want ik krijg hem niet meer terug. Oh. Hij blijft overal aan hangen. Ja, kijk. Oké, daar ben ik weer. Oh, die is echt heel mooi. Die past perfect bij ons. Ja, inderdaad. Dat dacht ik dus ook. We hangen hem dan dit jaar. Hangen ze allemaal wel in het kleine roze boompje. Maar volgend jaar gaan ze wel in zijn grote boom. Ja. Douglas hebben we nog. Nummer 8. Help me. Waar is 8? 8 hier. Daar is 8. Yeah. 8 is heel groot. Groot of juist? Oh, deze kant. Oh, schud van de andere kant. Oeh, van Anayaki. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Maar ik denk dat het Anayaki is. Ja. Daar hadden we ook al wat van, toch? Nee. Oh nee, ik wist al dat het merk erin zat. Dit is de Bamboo Mask Hydra Energizing. Hydra Energizing Mask. Dus een masker. Dat is leuk. Het ziet er ook zo mooi uit. Ja, het is een heel mooi merk. Super gaaf. Ja. Hebben we alles alweer gehad? Ja. Catrice hebben we gehad. Wat hadden we uit Catrice dan? Die. Als, ja. Nee. Ja. Nummer 8. Nee, hij ligt hier. Oh, dat zijn we... nee, dat is 18, mannen. Dat is 18. 18. We hebben 8 wel gehad. Ja? Wat hebben we eruit gehaald? Die kwast? Ja, die kwast. Jawel, want toen waren we aan het struggelen. Oké. Okay. Als goed is. Toen zijn we een beetje in de war. Ja, maar goed. Hebben ze allemaal gehad? Ja. Echt? Ja. Wat stond er op het briefje van 8? Dus dan, Dat is deze. Oh, jongens, ik ben in de war. Ik ben in de war. Nou, dat was hem dan alweer. Ja. Dus... we zien jullie morgen. Dankjewel voor het kijken. Like, reageren. En abonneren, delen. Iets, ja. Alles. Alles. Tot morgen. Mwah.